Welkom bij Team Park Science Report. We staan vandaag letterlijk op Joris en de Draak. En ze gaan deze hele bocht vervangen door zogenaamde Titan Track. Ik ben wel heel erg benieuwd wat dat is en wat ze precies doen. Maar eigenlijk veel belangrijker, waarom? Zoals je ziet, achter mij zijn ze de houten track aan het weghalen. En deze hele bocht wordt dadelijk vervangen door een stalen variant. Waarom doen ze dat eigenlijk? We gaan praten met de projectleider van dit onderhoudsproject. Ja, we hebben dit jaar groot onderhoud uitgevoerd aan Joris en de Draak. En dat betekent eigenlijk dat we de baan vervangen hebben. De baan, een groot deel van de hele attractie. Dat betekent dat we een stuk hout hebben vernieuwd. Een stukje nieuw hout hebben toegepast wat er nog niet eerder in zat. En een stalen track hebben aangebracht. We hebben gekozen om de pitonbocht in staal uit te voeren om het onderhoud daar te verminderen. En dat doen we omdat daar heel veel krachten vrijkomen in de baan. En dus eigenlijk de levensduur ook zo lang mogelijk te houden en dus die onderhoud lager te hebben. Los van de baan hebben we ook decoratieve werkzaamheden uitgevoerd. Zo is de draak opgeknapt, hebben we in de meandering het verhaal uitgebeeld met nieuwe bewording. En hebben we de kadermuren langs het raken ook opgeknapt door de nieuwe palen in te plaatsen. Nou, om er zeker van te zijn dat de stalen track ook past, heeft Great Coasters in het voorjaar hier een inmeting verricht. En op basis van die inmeting hebben ze de stalen track gedimensioneerd. En zo is die in Amerika geassembleerd en hebben we hem hier in de baan kunnen plaatsen. Deze aanvulling met de stalen track geen extra staal meer in de baan zien. Dit hebben we samen met Great Coasters bepaald. We hebben namelijk een 3-jaren plan opgesteld. We hebben nu gekozen om de hotspots aan te pakken, waaronder dus de plaats waar de stalen track is aangebracht. Verder zullen we elk jaar een onderhoudsperiode hebben waar we de rest van de houten track ook gaan retracken. En daarin gebruiken we ook het ironwood om de levensduur te verlengen en het onderhoud te verminderen. En daarbij staat de beleving van de gast eigenlijk vooraan, waardoor we eigenlijk het hout in de baan willen blijven houden. En dit is dan de stalen track waar we het zojuist over hadden. Hier zie je de rails waar dadelijk de trein overheen gaat rijden. Hier komt dadelijk nog een stuk aan. En die rails zit ook aan de zijkant en hier aan de onderkant. En normaal is dit allemaal van hout, maar nu rust de rails dus op deze stalen constructie. En die hele stalen constructie wordt bij elkaar gehouden door deze popnagels. Hier komt dadelijk de verbinding tussen de houten achtbaan en het stalen gedeelte van de achtbaan. Hier komen dadelijk twee houten planken gestapeld op deze trap, die worden vastgezet. En ja, dat zorgt voor een soepele overgang tussen staal en hout. Well, George and the Dragon, I mean, you know, this ride was built, I think, 14, 15 years ago. So a little bit of old school compared to what it is now. I have developed so many new techniques throughout the years. And I brought them to life on this project with our new type of wood. There's a new type of bracket that we attach the track to the structure. Reinforcing the structure, and then what you can see behind me, the Titan track. So all these things were brought into this ride for the new year to help the maintenance and basically longevity. This ride's going to be here a long time. And basically what I'm trying to do is keep unscheduled maintenance to a minimum. Basically the wood track is nailed together. And eventually the wood will need some attention. With the Titan track, there is no attention to it. Just look at it, make sure the rivets are all in place and lubricate it when it's needed. But there's gonna be no maintenance on this at all. It's phenomenal. And when you ride it for the first time and you get to feel it, you'll understand what I'm talking about. Because it's actually like running down the street in the wintertime, sliding on the ice. That's what it feels like when you're going through it and listening to it. It's unbelievable.
Ja, Joris en de Draak is natuurlijk een van onze populairste attracties voor zowel de bezoekers, maar ook voor mij zelf. Dus ik ben blij dat we straks weer open gaan en dat alle gasten weer kunnen gaan racen tegen elkaar en natuurlijk de draken kunnen gaan verslaan. Ongelooflijk tof om te zien dat de Efteling binnen 3 maanden tijd zoveel nieuw vers hout heeft geïnstalleerd op deze achtbaan. En zelfs een stalen gedeelte. Weet je nu ook waarvoor dat is? Vond je dit nou een leuke video? We hebben een aantal hele toffe backstage andere video's opgenomen hier in de Efteling. Bij de pagode, bij Symbolica en de stoomtrein. Check daarvoor even ons kanaal. Ik zeg in ieder geval tot de volgende video. Hoi hoi!